Tijdens de voetbalwedstrijd TEC Spakenburg zijn supporters van beide verenigingen met elkaar op de vuist gegaan. We spraken erover met de voorzitter van TEC, Pieter van den Burg. Heel erg jammer. Uh, en dan vooral ook voor TEC. Uh, ook omdat het waarschijnlijk de wedstrijd uh, dermate heeft beïnvloed. De laatste tien minuten dat we 2-2 hebben gespeeld. En gelukkig nog een penalty hebben gehouden. Maar ik vind het echt, uh, echt smakeloos van uh, supporters van Spakenburg hoe ze zich hier gedragen hebben. Wat is er precies gebeurd? Nou, het begon eigenlijk al in de voorbereiding dat uh, het is bij ons een, 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 een hele grote risicowedstrijd is. Eigenlijk nog meer risico als bij uh, want dat zijn toch mensen waar we allemaal door een deur kunnen, omdat we wat uh, betonaren zijn. En hier hadden we ingeschat, van, omdat er ook al vier vechtpartijen met Spakenburg, met andere ploegen zijn geweest, van we moeten dit heel hoog opschalen. We hebben daar Spakenburg, de, 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 de coördinator van de stewards, voor benaderd. Uh, de, dat heet dan de veiligheidscoördinator en daar kregen we geen uitslag. Van of zij dus stewards mee zouden nemen. In eerste instantie zei hij zelfs: die nemen we niet mee. Dat vonden wij heel vreemd, omdat er dus, we verwachten 200 tot 300 mensen uit Spakenburg. Normaal als er zo'n groot aantal komt, dan neemt de, de club dan ook de, de eigen stewards mee om die mensen te begeleiden. Ja, wij vonden de, dat hun dat nu ook moesten doen en wij hebben daar op vrijdag de KNVB voor verwittigd dat, dat zij dan ook dan van de KNVB het seintje zouden krijgen om hier met eigen stewards aanwezig te zijn. Oftewel, uh, Spakenburg zelf, de club, is verwijtbaar? Nou, ik vind dat uh, verwijtbaar. Dat is in, in feite al in de aanloop dat er geen goede communicatie is. En ook in feite uh, verwijtbaar dat je dus op die manier al een insteek hebt van ja, dat, dat zoeken jullie maar uit. Terwijl wij toch uh, geruchten hadden die op Facebook verschenen: van, nou, het wordt wel een uh, flinke matpartij. Dus wij hebben dat ook de politie ermee gedeeld. We hebben dat ook de veiligheidscoördinaten van de gemeente Tiel doorgegeven. En naar aanleiding daarvan hebben wij contact gezocht met de KNVB. We hebben ook nog op de achtergrond de burgemeester gehad. Van ja, misschien moeten we, als ze niet aan die voorwaarden gaan voldoen, de supporters uit Spakenburg maar weren. Dus op voorhand was het al alle hens aan dek en dan gaat het toch nog mis. Uh, en nu? Ja, wij hebben toen ook besloten om nog vijf uh, uh, mensen extra in te huren voor de beveiliging. Dus dat is ook alweer uh, meer kosten. En ja, dan, dan gebeurt het hier uh, in. in, in uh... Tijdens de wedstrijd op het terras dat mensen van, van Spakenburg lopen te zuigen. Het zijn ja, kleinere jongens. Die lopen dan onze grote beren van TSC een beetje uit te dagen. En dan wordt er hier en daar over en weer worden er allerlei verwensingen naar elkaar geroepen. Er wordt een bier gegooid. En dan, ja, dan ik weet begot niet wie de eerste klap uitdeelde. Maar er is op een gegeven moment een klap uitgedeeld. Dat begint natuurlijk met een daalpartij. We hebben supporters van TSC die op het terras stonden, hebben ook getracht. Uh, de de muiten uit elkaar te halen. Dus uh, de supporters van TC die op het terras stonden, die hebben daar uh, ja, uh, goed werk verricht in de zin om het niet verder uit de hand te laten lopen. Maar ja, het, het liep toch uit de hand. En wij hebben daar twintig politieagenten voor moeten laten komen. En ja, dat is dan ook schrikbarend hoe je dat ziet. Dat, dat, dat iedereen zich dan van Spakenburg er bijna mee uh, gaat lopen, bemoeien. Uh, en nu? Nou ja, wij, wij gaan hier in ieder geval van de week verder over spreken met de politie. Maar ook met de, de veiligheidscoördinator van de gemeente. Ook onze eigen beveiligers. We willen precies eens weten van wat, wat is er gebeurd. Er worden rapporten over gemaakt. De burgemeester zal van de week ook bij ons aanschuiven. Naar aanleiding daarvan gaan we onze procedures nog eens een keer doornemen. Van doen wij alles goed? Moeten er een aantal zaken nog niet eens wat strakker geregeld worden? Want we hebben de kantine dicht moeten doen. Moeten we dat altijd doen. Uh, uh, en uh, we gaan ook, want wat, wat ik ook heel vreemd vind is dat Spakenburg totaal nog niks van zich heeft laten horen. We hebben schade, we hebben, we hebben horeca omzet wat we missen. En uh, de heren gaan gewoon naar huis en ze vragen nog niet eens, ze komen niet eens kijken wat er aan de hand is. En dat vind ik toch wel, als je collega's bent en je wilt er gezamenlijk een hele leuke voetbalmiddag van maken of een voetbalavond, dan denk ik toch dat je nee, toch wat anders met elkaar dient om te gaan. Oftewel, de voetbalvereniging kan een rekening verwachten. Toeschouwers of supporters van Spakenburg, mochten zij in die tweede divisie blijven, zijn ze op Sportpark de Lok nog welkom? Nou, als het aan mij ligt en er waren geen andere voorzorgsmaatregelen dan mogen ze voor mij absoluut thuis blijven. Um, kunt u daar als voorzitter maatregelen toe nemen? Nou, ik zal daar met de burgemeester over moeten praten. En de burgemeester die, die kan dat afdwingen. En wij zullen dat ook met de KNVB doornemen. Wij vinden het heel vreemd dat dit de vierde of vijfde, zelfs de vijfde vechtpartij is van Spakenburg. Die ze dus bij een uitspelende ploeg doen. Dan denk ik toch, dit, 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 dit zijn geen incidenten meer. Zijn er mogelijkheden voor de KNVB om Spakenburg aan te pakken? Ik bedoel, in de 42e minuut was het dan gewoon 2-1. En natuurlijk heeft dit invloed gehad op de wedstrijd. Ik, ik sluit het niet uit, alleen daar gaat de scheidsrechter over. Ik had ook gehoopt dat hij de wedstrijd stil zou leggen, want het gebeurde precies in de hoek bij ons doel, waar het dus in feite heel erg onrustig was. En dan zie je ook dat dat, dat van invloed zou kunnen zijn. Ik, ik, kan, ik heb daar geen duidelijke bewijzen voor, maar het is toch wel vreemd dat de laatste drie minuten, dan, dat ze gelijk maken, en dan ook nog een penalty krijgen. En dan precies in de hoek waar alle schermutselingen plaatsvinden.